Ruud, te rijden, een wedstrijd na een kampioenschap. Altijd moeilijk beginnen? Ja, ik denk dat wij een combinatie van al dat feesten en de spanning die eraf is, denk ik dat ook meetelt. En dan, dan zie je dat je niet goed begint aan de wedstrijd. En dat je de eerste helft niet goed speelt. En ik denk dat we de tweede helft bij Vlagen aardig gespeeld hebben. Ja, dat was een heel ander team wat in het veld stond, ondanks dat er maar één wissel gepleegd was. Ja, maar goed. Of misschien aan die wissel lag is een beetje overdreven. Maar ik denk dat we wel de tweede helft hebben geprobeerd om meer naar voren te spelen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook beloond wordt. En dat je drie goede mogelijkheden krijgt nog, of vier misschien wel. En dan moet je zelf belonen. Daarvan is die kopbal van mij, die tweede, is er ook een van. Die moet er gewoon eigenlijk in. Ja, die eerste heb ik gewoon pech dat die onderkant achteruit ketst. Ja, er waren twee prachtige kopballen trouwens. Je zegt die eerste via de lat eruit, maar die tweede mocht er ook zijn. Je dook mooi naar die bal, naar een reflex van die keeper. Ja, oké, maar goed. Ik denk als je zo vrij voor het doel staat, dan moet je kritisch op jezelf zijn. En dan mag je van spits verwachten dat die bal erin gaat. Ja, dus wat jezelf betreft had hij er wel in gemogen? Ja, zeker. Ja, want je zou toch denken, maar Willem II was ook duidelijk aan te zien, die gingen er ergens voor, hè? Ja, goed, die kunnen nog, voor die play-offs speelde die nog. En die begonnen gewoon veel feller aan de wedstrijd. Maar ja, wat wel een compliment aan ons is, denk ik dat we toch proberen de tweede helft dat om te zetten. En dat je in ieder geval de tweede helft een ander Zwolle hebt gezien. Ja, want die 2-1, dat was ook een mooie goal. Die ene goal van FC Zwolle, want daar hielp jij ook aan mee. Je tikte de bal goed door. Ja, goede steekbal van Nassir. En uiteindelijk hoor ik Jeppe roepen in mijn ooghoek dat hij links van me staat. Dus ik tik hem breed en Jesper tikt hem binnen. Ja, die tikt hem ook net binnen, maar toch een prachtige aanvallende goal, een voetballende goal. Ja, maar goed, dat hebben we denk ik bij Vlagen dit seizoen ook laten zien dat wij toch wel in staat zijn om goed te kunnen voetballen. En dan zie je dat we dat wel aardig gedaan hebben. Ja, nu de laatste wedstrijd thuis tegen Veendam, het voetbal van deze tweede helft laten zien? Daar hoop ik toch wel op, daar gaan we wel vanuit. Ja, en dan een van die ballen die er nu niet in gingen met het hoofd, die moet er allemaal in. Oh ja, ik heb wel vaak een kans gemist. Ik heb ze ook wel eens gemaakt, dus we zien het wel volgende week. Goed, bedankt en succes. Graag gedaan. Adelangere 3-1 verliezen van Willem II. Dat kan, maar dat was vooraf denk ik niet ingecalculeerd. Verliezen calculeer je nooit in, want dan kun je beter niet hier naartoe reizen. Dus we hadden op een beter resultaat gerekend. Ja, want FC Zwolle begon wat minder aan de wedstrijd. In ieder geval minder dan Willem II. Nou, dat zeg je nog mild. Ik vond dat we dramatisch speelden de eerste helft. Willem II was ons op alle fronten de baas. Er was een ploeg die wat moest en een ploeg die wat mocht. En wij waren duidelijk de ploeg die mocht. Dat zag je dan alles terug in ons spel. Ja, want Willem II was een stuk verder. Persoonlijke duels, alles werd eigenlijk gewonnen. Dat zei ik. Ja, en dan was het veld eigenlijk ook nog niet al te best. Nou, dat viel mee ook. Ik vond het veld goed. Want ik zag toch regelmatig wat glijpartijen. Onder andere bij de tweede goal van Willem II was Van Hintem die gleed weg. Ja, en toen was Willem II weg. Ja, dat klopt. Maar goed, aan de andere partij heb ik ook wat glijpartijen gezien. Ja, en dan ga je de kleedkamer in. Het laatste kwartier zat je volgens mij in de dugout al te denken wat je ging zeggen. Of heb je gewoon niets gezegd? Nee, we hebben zeker wat gezegd. Omdat we het gewoon ver beneden ondergrens vonden wat de eerste helft geboden is. En het is aan de ene kant oké, dat de tweede helft is dan prima. Maar aan de andere kant is het wel, het geeft het te denken dat je eerst in de rust tekeer moet gaan. Om de tweede helft wel de power te krijgen die we normaal hebben. Ja, maar dan maak je in de tweede helft een mooie aansluitingstreffer. Ja, ik vind sowieso dat we de tweede helft goed gespeeld hebben en voldoende kans hebben gehad om een beter resultaat te halen dan deze 3-1 nederlaag. Ja, want zeker de doelpunten was mooi, maar tweemaal Ter Heide, die had ook een hele grote kans. Maar ja, die gaan er net niet in en ja, die moeten er eigenlijk wel in, zei Ruud al. Nou ja, als je de eerste helft wegdenkt, dan speel je 1-1 gelijk de tweede helft en ben je optisch beter. En dat is prima, daarom is het ook gewoon zo vervelend dat je zo'n slechte eerste helft aflevert. Ja, en dan moet je met zo'n tweede helft verder gaan naar de laatste competitiewedstrijd thuis. Nou ja, tuurlijk, dat is weer een volgende wedstrijd en een ander kaliber tegenstander dan Willem II. Maar goed, ik zeg, ik ben gewoon niet echt kwaad over de eerste helft. Dat ben ik niet van ons gewend. En dan kunnen we nog allemaal dat goed praten met we zijn al kampioenen en bla bla bla. En dat interesseert me verder niks. Ja, de laatste wedstrijden waren allemaal finales en dit is geen finale meer. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit. Je moet elke wedstrijd brengen wat je kan brengen. En vandaag hebben we de eerste helft te weinig gebracht. Goed, en dan volgende week thuis nog maar wat moois laten zien en in ieder geval wat goeds brengen. Ja, nou ja, in thuiswedstrijden hebben wij sowieso wat meer overwicht. Er zal het beter uitkomen. Maar goed, andersom zijn het thuiswedstrijden. Zal het publiek wel verwachten dat we 8-0 winnen minimaal. Dat zal ook geen optie zijn, maar we zullen ons beter verkopen dan vandaag de eerste helft. Nou, we gaan het zien volgende week. Bedankt. Yes. Nick Vossenbel die speelt tegen een aantal oud ploegmaten vanavond. En daarvan win je ook nog goed.
Ja, dat is mooi. Het is leuk dat de jongens weer terug te zien. En nou winnen wij. Maar vorige week hebben we hun kampioenschap vastgesteld. Dat is hartstikke mooi. Maar gelukkig daarbij heeft die 3 punten nu hier. Ja, ga je dan zo'n wedstrijd in van zij zijn al kampioen, ze zullen wel wat minder spelen? Nou ja, wij moesten sowieso winnen, omdat wij weer bij de eerste 5 eindigen. En, dus we moesten sowieso 3 punten pakken. En ja, je weet dat ze een feestje hebben gehad. En, dus we moesten sterk beginnen, gelijk kort erop. En we scoren 8 minuten al. Dus ik denk dat de eerste helft heel goed hebben gespeeld. Ja, jullie waren de eerste helft gewoon een stuk feller als FC Zwolle. Ja, klopt. En kort voor rust moeten we eigenlijk 3-0 maken met Donny de Groot. Maar dan blijft het nog 2-0 en de tweede helft gingen meer druk zetten, weer 1-op-1 spelen. En dan komen nog wel gevaarlijke kansen en dan maken we het zelf ons moeilijk. En dan heeft Zwolle nog de bal op de lat om 2-2 te maken. Maar gelukkig maakt Swinkels 3-1. Nee, dan kunnen jullie nu nog net geen feestje vieren, maar dat moet volgende week gebeuren. Nou, feestje, maar in ieder geval dat je 5e plaats wordt, want dat is de doelstelling toch? Ja, precies. Het zal niet zo'n groot feest worden als in Zwolle, denk ik. Maar, nou ja. Dat kan nog, maar dat duurt nog een paar wedstrijden meer. Ja, precies. Nou, laten we daarop hopen dan. Nee, maar ja, volgende week Almere en dan moeten we gewoon winnen. En dan zijn we bij de eerste 5 en dan begint het bij ons. Ja, hoe bevalt het je hier in Tilburg? Ja, ik heb het goed naar mijn zin. Tweede helft van het seizoen niet zo heel veel meer gespeeld. Maar nu door een blessure... Door een blessure van de medespeler, maar kom jij weer in beeld? Nou ja, precies. Hans Mulder is geblesseerd naar de rest van het seizoen. En jammer voor de ploeg, maar ik denk wel gunstig voor mij. Dus dan kan ik weer... Betekent dat jij de komende wedstrijden kan deelnemen als in de basis? Daar ga ik wel vanuit, ja. Dat hoop je natuurlijk wel en je hoopt natuurlijk nog een mooi eind van het seizoen. Ja, ik hoop nog zeker een mooi eind van het seizoen en dat we nog een mooi feestje kunnen bouwen. Ja, en nu nog even een paar oud-teamgenoten de hand schudden. Ja, precies. Net op het veld al een paar praatjes gemaakt. En nee, leuk weer die jongens terug te zien. Ja, want je gunt het natuurlijk FC Zwolle wel dat kampioenschap nemen gaan. Ja, zeker. Ze zijn terecht de kampioen geworden. Ze hadden eigenlijk vorig jaar al moeten pakken. Toen is het helaas mislukt en nu zijn ze gewoon terecht de kampioen. Ja, als je kijkt wat RKC nu doet, dan moet het nog mooi kunnen worden voor FC Zwolle. Ja, precies. Dat biedt perspectief. Ja, goed. Nieke, bedankt en nog succes met Willem II. En wie weet ga je een mooi feestje vieren. Dankjewel. Het zal goed komen.